Afgevaardigden uit bijna 200 landen gaven op zondag 6 november 2022 de aftrap voor de VN-klimaattop in Egypte. Suriname heeft tijdens de COP27 klimaatconferentie een unieke positie te vervullen, daar Suriname één van de 3 carbon-negatieve landen in de wereld is en ook slachtoffer is geweest van jarenlange vervuiling. Regeringen hopen tijdens de COP27-top in Sharm el-Sheikh oplossingsmodellen te creëren om verdere actie te ondernemen tegen deze ergste gevolgen van de opwarming van de aarde. Het is een moment waarop we kijken naar waar al die beloftes die jarenlang zijn gedaan door de westerse wereld, of het nu eindelijk in actie wordt omgezet. De landen waar wij ook toe behoren, wij zijn een van de 3 carbon-negatieve landen. We behoren tot de high forest, low deforestation landen. En we zijn lid ook van een groep landen die heet Small Island and Developing and Low-Lying Coastal States. Die groepen die zijn het slachtoffer op dit moment van eigenlijk jarenlange vervuiling door staten en door bedrijven in het Westen. En nu is het tijd dat die ongelijkheid die er is in de wereld, dat het in daden wordt omgezet. De rijke landen hadden beloofd om 100 miljard aan gelden ter beschikking te stellen van deze landen, zodat ze aan adaptatie kunnen werken en mitigatie. En deze COP gaat om loss and damage, want er zijn al impacts van klimaatverandering. En daarvoor moet men gecompenseerd worden. En dat is moeilijk. Die 100 miljard is nog niet gehaald, nog steeds niet, sinds ze dat hebben ingesteld. Dus voor Egypte, die zeggen het ook, dit is de tijd voor implementatie. Niet langer van woorden, maar we moeten nu daden stellen. Dus we kijken naar de westerse landen, naar de grote vervuilers, wat zij gaan doen. En het is door heel veel sprekers ook gezegd, ook de grote vervuilers, van, niet van overheden, van landen, maar de bedrijven. Bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie die 200 miljard winst nog heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Die draagt bijna niets bij om al deze gevolgen te helpen mitigeren. Dus dat is waar men nu om vraagt. De leiders die hebben gesproken tot nu toe, dat is waar zij om vragen.